Jawel, de laatste keer. De wilde weg wordt aangesneden in een hectische wedstrijd. Zo achteraan met terugkerende renners en groepjes die opnieuw samenkomen. Gaat ook de juryvoorzitter een voorrang geven voorlopig aan de renners op de kasseien. Dank ook aan de Boek Consulting en Rijnlaars Aluminium, Kals en BMW Minisijs, HIS en Apart Architectuur. Dank ook aan de projectatelier en SD Works, Sirius en Industrie E313. Dank ook aan de Bruinsales Verzekeringen, Pavo Invest en Caps, uw brandstof tankkaart.
op B. Half op B.
3 ronden voor de kopgroep. Erwin Vervekke. Dag Maarten. We gaan vandaag niet fietsen, nee, maar we gaan wandelen. En we gaan dat doen op heel bijzondere plekjes in Herentals. Ja, inderdaad. We gaan de historische stadswandeling van Herentals doen. Dus dat is een wandeling die te volgen is via koperen nagels in de grond door het historische centrum van Herentals. En dan gaan we bepaalde monumenten bekijken. En hoe lang duurt de wandeling ongeveer? 5 kilometer, maar je kan ook een verkorte versie doen voor mensen met een beperking. En nu gaan wij dan de koperen nagels zoeken, ja, en wandelen, hè? Ja, dat gaan we doen. Voilà, ze. Een stukje. Kijk. Ja, echt een oase van rust midden van de stad. Een oud gebouw van, ja, het staat erop, hè, 1680, oorspronkelijk 1410. Zijn de Norbertinessen, zusters, hier komen wonen. En dan na de Franse Revolutie is het overgegaan in de Franciscanessen, zusters. Met hier Franciscus, hè, standbeeld.
patroonheilige van de Franciscanessen, zusters. Ja. Ja, rust, hè. Waar zijn we nu terechtgekomen? In Begijnhof. Oorspronkelijke Begijnhof was een beetje verder, 500 meter verder, en dat was het oudste Begijnhof van de Kempen. Maar dan hebben ze het, de stadswallen ingekrimpt tot een kleinere cirkel en dan is hier een nieuwe kerk gebouwd, de Catharinekerk. En daar rond het Begijnhof ontstaan. Hè. Het valt mij op, hier staan af en toe nog wel wat fietsen en auto's, dus hier wonen ook effectief mensen. Ja, je kan hier inderdaad een woning kopen, tenminste kopen voor 50 jaar erfpacht. En dan kan je de woning ook renoveren volgens bepaalde normen. Hè. Maar je kan hier inderdaad wonen. Heel mooi. En wonen in een oase van rust noemen we dat dan? Hè? Inderdaad. Erwin, we laten de historische stadswandeling voor wat het is en we gaan de natuur in. Want ook Herentals heeft heel wat mooie natuur te bieden. Hè? Ja, en we zitten hier bij een leuke cappuccino in De Kluis. De Kluis is eigenlijk de perfecte plaats om net aan de rand van Herentals de natuur te gaan verkennen. Heel veel wandelpaden vertrekken van hier. Je hebt hier vlak achter aan de andere kant van de spoorweg de Kempense Heuvelrug. 10 kilometer lang, allemaal bossen, een beetje heuvelachtig. En aan de overkant heb je de kapel van Onze Lieve Vrouw in het Zand. Ook een van de historische gebouwen in Herentals. Ja. En waar gaan wij nu mee naartoe nemen? Naar de absolute trekpleister van Herentals, de toeristentoren. De toeristentoren, kom, we zijn weg. Ja. Hoe cool is dit? Ja. We staan hier echt op het hoogste punt. Hè. Dus sowieso het hoogste punt van een heuvelrug. Een zandtuin en dan nog eens een toren van totaal 24 meter tot in de nok, waar wij staan, 22 meter hoog. 112 treden, dus als je hier bent, dat heeft al wat inspanning gekost, maar dan heb je wel een fantastisch mooi uitzicht. Ik vond het heel fijn alleszins dat je mij dit hebt laten zien. Ik ga hier zeker nog eens terugkomen. Perfect. En ik denk met mij nog hier wat anderen. Dag kijkers in de Kempen en het Mechelse en ook op rtv.be natuurlijk. Welkom bij de grote prijs Rick van Looy. Een belofte koers met finish in Herentals. Hoe kan het ook anders als de wedstrijd de naam draagt van de keizer van Herentals, van de legendarische wielrenner Rick van Looy. Van Looy werd in 1933 geboren in Grobbedonk en daar ligt traditioneel ook de start van deze koers. We gaan het kaartje met het parcours er even bij nemen. Want we zijn gestart in Grobbedonk. Daar straks rond 2:30 dan een lus naar Vorselaar. Om dan zuidwaarts te gaan richting Wiekevorst en Ietegem. Daar de belangrijkste hindernissen in die lussen. De Wilgeweg en de Leistraat. Ze worden daar weergegeven. Dat waren de kasseistroken. Een combinatie die de renners drie keer voor de wielen kregen vandaag. En dan richting Ole om zo op het plaatselijke parcours van Herentals terecht te komen. Dat rondje, daar zijn ze nu aan bezig. En de finish die ligt op de markt in Herentals, vlakbij het standbeeld van Rick van Looy. En dit is een ander beeld voor Rick van Looy. Op het Astridplein in Grobbedonk is dat recent inguldigd. En dit is Rick zelf natuurlijk. 87 is hij. In december wordt hij 88 en hij kwam de start geven op het Astridplein. Klaar met de vlag. Nog een paar gebeden om alles goed te laten verlopen. Ook Stijn Simons is erbij, de Belgische kampioen bij de elite renners zonder contract. Mocht starten van op de eerste rij en dan om 2:30 het vertrek. Nog even een neutralisatie en dan bij het buitenrijden van de bebouwde kom van Grobbedonk, kilometer 0, meteen aanvallen van Michiel Offermans van Stageco.
En het nummer 215 van Marvin van Spronsen, een Nederlander. We zagen heel wat activiteit in de openingsfase. Heel wat pogingen, maar de kasseistroken, dat waren de scherprechters. De Wilgeweg en de Leistraat in Wiekevorst, deelgemeente van Heist op den Berg is dat, zoals u het weet. Ook een enkeling die nog ging aanvallen, allemaal geneutraliseerd. We zien ook een attente Thibaut Nijs in die fase van de wedstrijd. Hier ook Stijn Simons. Pech, uiteraard hoort dat erbij. Zeker op slechte kassei. En het regende aanvallen met onder andere Joren Segers. En die kregen ook nog het gezelschap, dat duo, bij de volgende passage op de Wilgeweg. Nog renners op komst in de achtergrond. Dit is nummer 56 van Angelo van den Bossen. En ook 165 erbij. Senne de Meijer. U ziet het, veel verschillende namen in die belangrijkste fase van de wedstrijd. Want daar, mogen we toch wel zeggen, wordt de schifting vaak gemaakt. Op die combinatie Wilgeweg-Leistraat. Hier draaien ze opnieuw op. En dit is een belangrijke passage. De derde en de laatste passage. Pech hier voor de Nederlander Jasper Jansen. En we krijgen een kopgroep van 14 renners. Die een significante voorsprong gaan uitbouwen. Zometeen geef ik u de namen. Maar dit zou wel eens de vlucht van de dag kunnen zijn. Met zo goed als alle belangrijke ploegen vertegenwoordigd. U ziet een duo van Lotto Soudal van de U23 met Arnaud Delis en Luca van Boven. Ook Tartelletto Isorex is vertegenwoordigd met Thibaut Verhofstadt. 35 seconden aanvankelijk. Dat was het eerste verschil dat we doorkregen. Maar daarna 1.23 en een klein kwartier geleden was het nog 2 minuten en 18 seconden, dat was de maximale voorsprong. Hier het peloton met achteraan Stijn Simons. En dan een valpartij. Een stevige val was het voor het nummer 46, Gilles Borat. Een man die eerder deze week nog de beste was in Geluwe. Krijgt verzorging na die val. En hier Kurt van der Wouwer links uit het raam. Hij is de ploegleider van Lotto Soudal in deze wedstrijd. En nu zitten we live vanuit de helikopter. Beelden van de kopgroep. En het is intussen beginnen regenen. Hopelijk blijft het onweer uit in de Kempen. Meer dan 50 kilometer nog. Voor een kopgroep van 14. Ik geef u de namen. Delis en Van Boven had ik al meegegeven. Ook voor Verhofstadt. Dan voor Bingo Wallenu Brussel Development Team Louis Blauwe. Voor Home Solutions Soenes Siebe de Weert. Voor EFC LNR Vulsteken Luca de Meester en Cyril Dessal. Voor Davo United Landers Geers. Voor Akroch Tormans Balen BC Gianluca Pollevliet. En Branko Huis. Vincent van Hemelen, man uit Morkhoven, is er ook bij. Hij rijdt voor Urbano Cycling Team. Brent Klee van Stageco. En ook Jeff Pelaars van Hubo Titan Cargo CT is erbij in de intussen gietende regen. Het is een harde wedstrijd, het is een stevige wedstrijd en die weersomstandigheden zullen het niet gemakkelijker maken. Dirk Ongena, jij bent er vandaag komen bijzitten. Jij bent een coach van Cycling Vlaanderen en jij kent het belofte peloton als geen ander, mogen we toch wel zeggen. Goedemiddag Jan. Ik denk dat ik er toch wel wat renners van ken. En het is ook leuk dat je jongens in de aanval ziet rijden waar je eerder mee gewerkt hebt als nieuweling of junior. En dat ze doorstromen bij de belofte en ook zichzelf reeds kunnen tonen in dit prille seizoen toch wel.
daar krijgt u ook nog eens de samenstelling van de kopgroep in beeld. Ze draaien nu richting het Albertkanaal. Daar gaan ze de sluis over om dan in Ole, waar ze nu al zijn trouwens, nog verder te rijden. Dat is allemaal op de lokale lus. Hier is het te doen en de achtervolgers zitten op 1.41. Het is maximaal 2.18 geweest, dus er is wel een achtervolging op gang gezet. Maar het wordt geen eenvoudige klus om deze 14 bij te halen. Ik denk niet dat het een sinecure gaat worden van deze jongens zomaar bij te halen. Het zijn allemaal gedegen hardrijders. Er zitten zelfs tijdrijders bij, zoals een Branko Uys. Er zijn ook al jongens bij met een redelijke koersen in de benen, zoals De Lee en Van Boven, die de Giro del Regione reeds hebben gereden. Dus meerdaagse wedstrijden, dat geeft inhoud. Ik denk niet dat ze zomaar de sprong naar de koplopers gaan maken. De Giro voor belofte, zoals jij aangeeft, inderdaad, Arnaud De Lee heeft die in de benen met ook knappe uitslagen daar. Een zevende, een achtste en een negende plaats in de ritten. En vooral ook nog zevende in die laatste rit. En dat wil wel wat zeggen. Hè? Dat betekent zeer veel, want dan betekent dat je over een zeer goede uithouding beschikt. En het is toch geen parcours dat van de poes was. En Arnaud is ook redelijk, of toch zwaar gebouwd, maar heel sterk. Maar dat hij die bergen goed verteerd heeft, bewijst toch zijn uitstekend recuperatievermogen. Arnaud De Lee, die komt uit Wallonië. En je gaf daar straks al mee, Dirk, want we zijn een hele dag al samen op pad. Samen naar de start en de ploegenvoorstelling gaan kijken in Grobbedonk. En je vertelde daar al dat Arnaud De Lee zich altijd als een vis in het water heeft gevoeld in een Vlaamse koersomgeving. Dat klopt, Jan. Toen ik nieuwelingencoach was, had ik hem geselecteerd voor een stage in Gent. Waar het dus allemaal jongens was uit de Vlaamse provincies. En als eentje als Waaltje ertussen. Maar dat speelde totaal geen rol, want hij ontpopte zich na 3 dagen als een vis in het water tussen de anderen. En hij bleek ook zeer sterk buiten de fiets. Met core stability oefeningen. Toen zag je al dat er enorm potentieel heeft, die jongen. 19 is hij, Arnaud De Lee. En daar krijgen we een tegenaanval vanuit het peloton. Is dat ook een renner van Lotto Soudal? Dat klopt. En meteen ook een reactie. Van iemand van Davo, denk ik. En ook Akroch mengt zich. Hier weer bij de kopgroep. Nee, dat zijn achterblijvers, excuseer. Want zij nu over de sluis in Olen. Dit is de kopgroep met Lander Looks. De man van groep Hens, Maascontainers. Het team met crossers. Ook aan de start met Tom Meeuwse, Lander Looks, Len de Jonge, Vincent Baastaans en Jarne Kastermans. Geen Jetsen van Kampenhout, want die is ziek. Het is natuurlijk ook makkelijk rijden in een kopgroep met dit weer. Toch iets veiliger dan in een groot peloton. Dat toch een beetje belemmert voor de renners. En het regent wel degelijk hard. Hopelijk voor de renners wordt het inderdaad niet erger en krijgen we geen onweer in Herentals. Het zal zo al stevig genoeg zijn. We zagen daarnet Brent Klee op kop van de kopgroep. Zeer verdienstelijk tweede in de grote prijs Vermark, waar Odeg won. En waar het een berensterke inloop liet. Net als Arnaud De Lee, die daar derde was. Als Neo belofte zijn eerste wedstrijd. Ja, tegen Hodge van de Keuning Quickstep. Als je daarmee op het podium kan, dat wil wat zeggen. Ja, zeker weten. Dan moet je goed zijn. Verbrokkeling nu langs het Albertkanaal bij de achtervolgende groepen.
Hier hebben we de Lee. En de man van Davo die erachter komt is Landers Geers. Dat is een jongen uit Ietegem. Die is zo goed als thuis gepasseerd daar straks. Zal ook ongetwijfeld gemotiveerd zijn om er iets van te maken vandaag. Ja, het is zeer leuk als je hier zit met Landers Geers en met Vincent van Himmelen. Dat met toch twee streekrenners in de kopgroep. In deze toch wel imposante wedstrijd. Dan ben je goed als je hier mee van voor kan rijden. Vincent van Hemelen hebben trouwens geselecteerd in de selectie van Cycling Vlaanderen volgende week bij de Road Series. Grote prijs Colorcoat in Bassange. Dus het is heel leuk als je ziet dat je iemand selecteert, dat hij daarna direct bevestigt en dan ook voor eigen volk. Bewijst toch dat die jongen het goede oud besneden is. Vincent van Hemelen uit Morkhoven. Naar hij mij vertelde, passeerde de wedstrijd een kilometer van zijn deur. Maar hij zit gelukkig in de kopgroep, dus hij hoeft niet terug te rijden. Hier bij achtervolgers met Stijn de Bok daar in tweede positie. En denk Liam Slok op kop, denk ik, van Lotto. Stijn de Bok, voormalig Belgisch kampioen bij de elite renners zonder contract. Een van de parelvissers, trainingsgroepje van Greg van Avermaat en Oliver Naassen. Dus zeer de tegenreactie van een renner of zes. Zeer goede renner, Stijn. En zoals u zegt, een parelvisser. En ook iemand die altijd bereid is om te koersen. Liet er juist ook al een hele goede indruk bij passage hier in het centrum van Herentals. En heeft zich ook kunnen afscheiden. En we zien er toch ook weer van elke ploeg die bijna vooraan vertegenwoordigd is, ook weer hier een pionnetje mee. Dus ook weer iemand van Urbanis Cycling Team. We zien ook iemand van EFC er weer bij. Met zeven zijn ze in de tegenaanval. Mooi groepje. Het is de derde keer dat deze grote prijs Rick van Looy georganiseerd wordt. Vorig jaar, u weet het, nagenoeg elke koers uitgesteld. Zeker in de jeugdreeksen. De organisatie zette wel met de Keizerskoers een oefenwedstrijd op poten. Maar dus geen grote prijs Rick van Looy vorig jaar. De eerste editie in 2018 die werd gewonnen door Brent van Moer. En de tweede een jaar later door Victor Verschaven. Allebei renners in dienst van Lotto Soudal. Ook nu nog, maar al doorgegroeid naar de World Tour. Van Brent van Moer hebben we al heel mooie dingen gezien. Won een rit in de Dauphiné recent. Victor Verschaven was ook aan het werk in de Ronde van Zwitserland. En een koppel van Lotto Soudal mee in deze kopgroep. Ja, ploegleider Kurt van der Wouwer, man uit Herentals, is er op gebrand natuurlijk, hè, om die wedstrijd met zijn ploeg naar zich toe te trekken. Uiteraard. Kurt zal er zeker mee in zijn opjes zijn. En dan twee stevige mannen vooraan. Brent van Moer belde me 14 dagen geleden. Hoorde ik hem nog aan de telefoon. En hij koestert nog steeds deze overwinning, wat voor hem toch wel een beetje de doorbraak eigenlijk bij de belofte van een mooie grote wedstrijd te winnen was. Hij zei ook hoe lastig het was. Victor Verschaven heeft daar opgetreden in Zwitserland. Die is geopereerd aan zijn lieslagader. Was wel een beetje angstig daarvoor, voor terug op te treden, maar ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Het is niet evident op dat niveau terug te komen na blessure. En dan zeker nog niet als het je debuut betreft. Hier hebben we Thibaut Verhofstadt die van de kop gaat. De man van Tartaletto Isorex, 22-jarige uit het Gentse. Is ook een kassei-specialist. Ik heb hem ooit in Moerkerkendamme, toch een kassei-wedstrijd met Brent van Moer, een hele wedstrijd bijna voorop zien rijden in de vroege vlucht met z'n drieën. En hij bewijst toch ook weer nu een stapje over heeft gezet bij Tartaletto, dat hij weer nog steeds het parcours niet verleerd is op kasseien te rijden.
Met 167, excuseer, zijn ze gestart vanmiddag, dames en heren, in Grobbendonk. En het zag er lang naar uit dat het er maar 100 zouden zijn die aan de start mochten komen, omwille van de coronamaatregelen. Maar net voor dit weekend is daar verandering in gekomen en mochten ze toch aantreden met volwaardige ploegen van 7 renners, waardoor het peloton gevoelig uitgebreid werd. Normaal gezien waren het 25 ploegen van 4 renners. Maar nu dus 25 ploegen van 7 renners. Hier en daar zijn er wel forfaits, waardoor we uiteindelijk uitkwamen op 167 starters. En zo komen we weer stilaan in de buurt van het stadcentrum van Herentals. Met de kopgroep. Die nog zeer goed ronddraait. We zien daar ook Siebe de Weert. Is ook een neobelofte. Heel goede jonge renner. En, ook zeer leuk om hem hier reeds terug te zien in de kopgroep van dit soort wedstrijden. Ook Jean-Luc Apolvliet. Ook reeds een wedstrijd gewonnen. Ik denk vorige week in Geluwe. Denk ik. Hij heeft daar een reeks gewonnen. Dus dan ben je goed bezig. Zal zich ook focussen op wereldbekerwedstrijden op de piste, denk ik, bijna begin juli. Samen met een Tour Dance en dergelijke jongens. Die ook zeer sterk bezig is, maar hier vandaag niet aanwezig. Daar ligt de historische hoofdstad van de Kempen. Centraal de Lakenhal. Excuseer, de kerk natuurlijk. De Sint-Waldetrudiskerk. En dan gaan ze zo door de bovenpoort richting de markt. En de finish. Het is niet evident met zo'n groot peloton en over die steentjes te rijden. Ben je beter met een kleinere groep, een beperktere groep, is toch iets veiliger. En we gaan al de laatste 40 kilometer in met nog steeds 1:30. Het zal niet evident zijn om dit zomaar dicht te rijden. Het is toch een sterke kopgroep. 2 ronden nog. U merkt ook de gretigheid bij de jonge renners. En bij elke renner trouwens, van nu we terug mogen koersen. Er wordt gereden, er wordt niet gepalaverd, niet gekeken. Iedereen rijdt voor wat hij waard is. Dat is zeer mooi om te zien. En hier draaien ze achter de Lakenhal door de Zandstraat in. Dat is de winkelwandelstraat van Herentals. Om dan zo richting de Zandpoort en de Lierseweg te trekken. U kent dit misschien wel van het tourcriterium dat wel eens in Herentals wordt georganiseerd. Herentals fietst en Herentals feest. En Louis Blauwen heeft er zin in, want die blijft doorgaan. Dat is de Zandpoort. En dan de Lierseweg op. En dan merk je toch dat het makkelijker laveren is met een beperkte groep in, op de natte stenen. Dan in een groot compact peloton. Hier zitten we bij Jorent Segers achteraan. Ook een man voor dit werk op die stenen. Altijd goed. Dat is het groepje met Stijn de Bok dat nu doorkomt. Ook een zeer sterk groepje. We zien er ook Jelle de Klerk in als neobelofte. Uitgeschakeld geweest voor zijn debuut te maken door een knieblessure, maar nu toch reeds een week of twee aan de gang. En met heel goede resultaten reeds. Thibaut Verhofstadt die daar bij de volgwagen. Ik denk dat hij op instructies zal wachten of vragen om als Stijn achterkomt. Die boer is wel een snelle man, maar alleen is maar alleen uiteraard. Er zitten een paar koppeltjes bij.
De mannen van EFC die willen doorgaan. En Luca van Boven gaat nog een beetje eten, wat zeker nodig is. Want dat wordt wel eens vergeten, we zien hier Siebe de Weert op kop. Zoals ik zeg, ook neobelofte. Dat doet me wel plezier als je met de jongens gewerkt hebt bij de nieuwelingen. En als coach en als ik die nu terug zie reeds opduiken in een eerste jaar van belofte, dat doet me echt wel goed. Er zijn er nog die zich laten uitzakken. Ja. Vincent van Hemel onder andere. Man uit Morkhoven, we gaven het al aan. Tuurlijk, er komt een stevige achtervolgersgroep. En men zal eens gaan luisteren wie zit erbij. Hier duiken ze onder de spoorweg door. En dan links. Richting het industrieterrein van Herentals. Ik vind het een zeer mooie wedstrijd, ook een snelle wedstrijd. En gelukkig zijn we van de kasseien toen het begon te regenen. Dat geluk hebben we wel gehad vandaag. Ja, want vooral die wilgenweg, als die er nat bij ligt, dat is nog wel wat anders. Zeker weten en ook met die volgwagens naar gevaar toe als je dat kunt mijden. Men kan het niet mijden tegen de natuurelementen, kan je niet op. Maar het is natuurlijk gelukkig droog geweest. Je merkt dat zelfs in de industrieterrein hier, dat de jongens toch beoudend zijn in de bochten. Wat ook logisch is uiteraard, maar als je dat dan op kasseien moet doen, dan kan het heftig zijn. De achtervolgers net over de brug. De brug van de Beukelaar, zeggen ze hier in de streek, omwille van de nabijheid van de koekjesfabriek. En wie zit daar naast Stijn de Bok nog allemaal bij? Met 24 is dat Jelle de Klerk. Ook Liam Slok, zoals jij eerder al aangaf, Dirk. Ik meen hem toch te erkennen aan zijn stijl. Joren Thijs voor Davo. Ook zeer goed. Len de Pauw, denk ik, van Urbano, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Een ploegmaat van Hemelen in elk geval. 42 voor EFC Jens Bout. En 133, dat is Joren Segers. Normaal was Joren makkelijk te herkennen in zijn kampioenentrui van Antwerpen, maar nu is hij gewoon gekleed. Is ook iemand dat de aanval nooit is schuwt. Heeft vorig jaar ook een opvallend BK nog gereden. Door de kopgroep geeft eigenlijk weinig prijs van zijn voorsprong. Terwijl de kilometers toch aftellen. Ja, het ging snel van boven de 2 minuten naar 1:40, maar nu inderdaad lijkt het een beetje te stokken bij de achtervolgers. Het is natuurlijk ook niet evident om zo'n gat dicht te rijden in deze weersomstandigheden op ook zo'n sterke kopgroep die toch heel goed harmonieus ronddraait. We zagen net wel dat ze naar de volgwagens gingen voor meer info of misschien voor een drankje of een zelke. Maar toch, de harmonie blijft toch in de kopgroep van ronddraaien. Volgens mij denk ik toch wel dat Luca van Boven al volop de kaart van Arnaud de Lee trekt en zeker het tempo in de kopgroep wil houden. Wat ook wel Kurt zal aangegeven hebben, wat logisch is. Arnaud een snelle en sterke man. Siebe de Weert. Ja, de Lee, ik herinner me dat hij hier in de streek, toen hij nog veel jonger was, een grote groepsprint won in Vorselaar. Staat al langer bekend als de snelle man.
zeer aangename verrassing voor mij is ook Branko Huis in de kopgroep, die toch heel sterk rijdt. Vorig jaar een Duits avontuur gedaan in een beperkt seizoen. En nu in, bij Akroch. En ook vroeg mee in de aanval. Dat is toch wel een goed een bezigheid van Branko. Volgers 2 secondjes ingewonnen. Dus dan merkt je toch wel dat het heel moeilijk is voor deze kloof te overbruggen. Ja, dat zou sneller moeten gaan om vertrouwen te krijgen dat het gaat lukken voor de groep met de bok om het zo gemakkelijker te maken. Ja, het is ook niet zomaar dat je naar de kopgroep kan rijden. Er zitten ook ploegmaten bij. Wat zijn de onderrichtingen die jongens gekregen hebben van vol te rijden of toch een beetje behoudend? Je moet hier al van hele goede huizen zijn voor het peloton te kunnen rijden. Ja, voor Segers gaat het toch snel. Trekt zijn riempjes nog eens aan. Nu ja, dat zijn van die sluitingen waar je aan draait. Dat zijn lang geen riempjes meer natuurlijk. Dat klopt, daar ben ik groot mee geworden. Ze trekken de voetriempjes aan. Dat was voor mij het zijn om als kleine jongen me nerveus te worden in de finale van de koers voor ik tv keek. Ook een sterke wedstrijd van Lander Looks van het Hens team. Brent Klee had zich een beetje gedijst van vandaag. Was heel sterk in Grote Prijs van Mark in zijn offensief heel de dag. Nu ook wel, maar iets beoudender. Natuurlijk, hij zit ook maar alleen in de kopgroep, dus die jongen weet wel wat hem doet. Dat is de man van Stageco. Ja. Brent Klee. Seconde per seconde gaat er wel af, maar om de achtervolgers toch nog iets meer te bieden, zou het iets sneller mogen. Ze zouden sneller moeten komen, normaal gezien. Want ik denk dat de jongens hier toch ook nog wel een paar troeven achter de hand houden. En ze laten allemaal nog een heel goede indruk. Ja, stel dat deze groep het houdt, Dirk. We weten dat Arnaud Delis snelle benen heeft. Al is het na een lastige wedstrijd nooit zomaar dat je een sprint wint. Wie kunnen we hier nog zien als een kanshebber in een sprint? Jean-Luc Polvliet, als eerste jaar, is ook supersnel. Maar natuurlijk, wat een impact heeft de wedstrijd op zo'n jonge jongen. Delis is even oud, maar heeft bewezen in Grote Prijs van Mark dat hij dat aan kan, ook in dit weer. En dan nog een finale te rijden. Giro in de benen. Ik denk dat dat heel afhankelijk is van de dag waar je in verkeert. Gianluca Pollevliet als een van de mannen van Akroch Tormans, Balen BC. Een bekende ploeg hier in de streek. Dat klopt, die hebben al veel goede jeugdrenners voortgebracht. De ploeg van Jeff Robert. En met niet in het minst Remco Evenepoel. Hè? Juist.
Ik wou het nog niet direct zeggen, want... We moeten die naam toch eens kunnen misschien gebruiken. Andere jongens onrecht aan. Ook Sjaan Uitenbroeks heeft er vorig jaar gereden. En niettemin ook zoon van Jeff, Frederik Robert. Ook een zeer snelle man, prof geweest. Ja, Segers die altijd wat lengte laat bij de achtervolgers. Ik denk dat het ook wel heel leuk is voor de mensen uit de streek als je een jongen van Nietegem mee in de kopgroep hebt en dan iemand van Morkhoven. Dat geeft toch, of dat stimuleert toch, nu je terug koers is. Dat dan de jongens uit de streek meedoen, dat is fantastisch. Ja, nu het terug koers is, je haalt het aan, Dirk. Wat een opluchting is dat voor de belofte categorie. Dat er terug kan gekoerst worden. Zeker weten, want ik denk dat er echt wel nood aan was. Sommigen deden te veel, anderen te weinig. Maar ja, als het niet anders kan. Het is een pandemie, het is niet om te lachen. We moeten de regels nemen zoals ze zijn. En ze waren terecht, want dat is wereldwijd gezien. Maar voor de jongens, naar motivatie toe, was dat soms wel moeilijk, merkte ik het toch wel. Heb jij weet van mannen die het zo voor bekeken hebben gehouden? Nee, maar ik heb wel rare dingen gezien naar trainingen toe. Vorig jaar vooral 20 keren de Quaremont op, 300 kilometer naar daar. Zo van die soms zinloze dingen, al dat iedereen uiteraard wel doet wat hem zelf wil. Nu merkte ook dat er jongens in de koers komen. Ik heb nu al een paar beloften en elite zonder contractkoersen gezien. Dat er jongens gelost worden waar je het niet van verwacht. Die dan misschien de focus een beetje verloren zijn. Het is ook opvallend dat de eerste en tweedejaars het zo sterk doen. Dat is ook zoiets dat je in het verleden niet zo evident was. Dat iemand dat overkwam dat direct mee domineerde bij oudere renners. En dat dat nu wel het geval is. Ook nu ook weer veel jonge mannen in de kopgroep. Er zijn jongens bij die aan natuurlijk bijna 2 jaar niet gekoerst hebben. Voor iemand dat nieuweling was. En die moet dan al bijna belofte worden. En je hebt bijna niet gekoerst. Voor die echte toppers komt dat wel goed. Maar jongens die aan minder volgroeid zijn, is dat soms heel lastig voor die een overstap te maken en zich dan te manifesteren of vol te houden. Want het is toch een keiharde sport. Maar het neemt niet weg aan me super gelukkig zijn dat we naar de koers kunnen gaan en dat we terugzien dat iedereen vol rijdt zoals er niks gebeurd was. Dat ook op dat vlak het min of meer normale leven zich stilaan herneemt. 59 seconden wordt nu gemeld via de koersradio. Dus dan hebben ze er ineens met de klap 20 seconden afgedaan. Dan kan het nog. Het kan als dit zich doorzet. Het kan zeker nog, maar zoals u juist zei, er moet niet getalmd worden. En we weten niet wat de kopgroep nog eigenlijk in petto heeft. Gaan ze splitsen? Gaan ze vol door blijven rijden met z'n allen? Ja, intussen toch ook al 130 kilometer koers gehad. Dus, en serieus gekoerst, hard gereden. Plus de aard van het parcours. Met de kassei, het is niet makkelijk. Maar wel een supermooie wedstrijd. Wanneer je merkt, sommige jongens zijn vol bezig met de koers. Andere jongens, zoals Vincent van Hemelen, is student geneeskunde aan de Universiteit van Hasselt. Dan zeg ik, diepe buiging als je hier in de kopgroep rijdt. Dan ben je goed met zaken bezig. Van Hemelen, die ooit op de dag na een examen, zonder enige voorbereiding, vierde werd op het BK tijdrijden bij de belofte. Dat zijn knappe prestaties die meestal over het hoofd gezien worden, omdat wij zelfs het bestaan meestal niet van kennen. Maar dat wil toch wel iets zeggen van karaktersterkte en ook talent uiteraard, want anders kan je dat niet. Liam Slok leidt de achtervolgers. Ja, het verschil zo
knap weergegeven aan de sluis van Ole. Zwenken van de kopgroep naar de achtervolgers. Sluis op het Albertkanaal. En plots zien we dat de peloton ook weer dichterbij komt. De Bok en Liam Slok daar. Ja. Ja, Slok laat zich ook nooit pramen. Hè. Dat is iemand, ik denk in de El van Voerenthal van de Roadseries in 2019. Ik denk dat hij na kilometer 4 in de aanval was. En na kilometer 155 had hij teruggedemareerd. Ik vond dat fantastisch. Man met inhoud. Ja, duidelijk. En zin in koers. Gelukkig regent het niet meer. Hier aan de finish in Herentals. Ook niet meer. Dus dat is ook al goed nieuws. Misschien weten ze dat wij geen jas bij hadden, Jan. Oei. De man van Home Solutions mist daar een bidon. Gelukkig ja. Nog een tweede verzorger langs de kant. Hun vertegenwoordiger in de kopgroep, Siebe de Weert. Een ploeg waar ook Kevin Hulsmans bij betrokken is. Maar vandaag niet in de volgwagen hier, want hij organiseert zelf koersen in Limburg. Ja, zeer knap dat hij vandaag zelf koersen organiseert. Dat is toch weer de gelegenheid voor andere jongens om te kunnen rijden. Die vandaag niet geselecteerd zijn, maar toch kunnen koersen. Vertraagde weergave van het missen van de bidon. Of oh, maar hij krijgt gelukkig een tweede kans. En ik zag daarnet op het vorige beeld dat het nog altijd van de Bok moest komen. Beide achtervolgers. Wat me wel opvalt, Jan, is dat we niemand mee hebben van Balwaze. Ook niet in de achtervolgende groep, niet in de kopgroep. Een reden kan uiteraard zijn dat ik vernam dat Thibaut Nijs op stage geweest had en één of twee dagen daarna een valpartij had gehad met een mountainbike. Misschien speelt er rug of dergelijke wel op. En in zulke wedstrijd kan dit bepalend zijn voor mee te zijn of maar in het peloton mee te rijden. Maar dat weten we uiteraard niet. We zitten nog goede jongeren in dat team. Segers die consequent enkele lengte laat bij de achtervolgers. Dat is ook zo'n beetje zijn handelsmerk. Dat je denkt van, zou het nu op zijn, maar je komt er altijd terug bij of je gaat dan nog terug in de aanval. Dat is misschien... Ik weet niet waarom hij het doet, maar hij is een zeer sterke renner. Om terug te komen op Thibaut Nijs, wat je daarnet aanhaalde, Dirk. De Balwaze Trek Lions hadden ook Pim Ronnaar aangekondigd, de Nederlandse belofte wereldkampioen in het veld. Hij voor enkele jaren naar Balwaze Trek Lions gegaan. Klopt. Maar hij is er niet bij vandaag. Nee, hij heeft afgemeld. De reden ken ik niet, maar ik zag het bij de inschrijving dat hij afgemeld had. De kopgroep dendert nog goed voort. Of verder. Gianluca Pollevliet hier achteraan. En de draaiende wegen is ook wel een voordeel voor een kopgroep. Je bent niet zomaar in beeld. Uiteraard is het nog te vroeg voor te speculeren, want het is nog reeds bij een kleine 25 kilometer. En op deze wegen ben je er snel. Als het niet armineus ronddraait. Uiteraard, de jongens rijden ook al lang in de aanval. En dan nog veel jonge renners. Dat zal uiteraard wel wegen met dit weer.
zijn eraan begonnen bij de laatste passage op de kasseien. Ja. En dat is toch al meer dan 60 kilometer geleden. En dan heb je al die kasseien al verteerd, dus dat is zeer knap. Het is een zeer mooie wedstrijd. De grote prijs, Rick van Looy, die doet alle gemeenten aan van het samenwerkingsverband Nederland. Met Grobbedonk, Vorselaar, Herentals, Olen en Herenthout. En dan ook nog een knappe passage in Heist op den Berg, Wiekenvorst om precies te zijn, over de kasseien. Ja, die kasseien die kunnen tellen hoor. Die kunnen gerust in Parijs-Roubaix opgenomen worden van, voor een kwaliteitslabel te krijgen. Hoeveel sterren zou jij de Wilgen weggeven? Ik zou er toch wel 3 of 4 durven geven. Het is natuurlijk niet Carrefour de Larbre, maar het kan toch tellen hoor. Zoals ik daarnet al zei, ik ben heel blij dat dat niet regent op die kasseien. Voor de veiligheid, zowel voor de jongens als voor de wagens, voor iedereen. Als je dat kunt missen, dan is het best. Ze hebben er weer een aantal seconden afgedaan. 3/4 minuut nu voor deze mannen. Het kan nog, hè. De speling is er nog, maar ik verwacht eerder demarages dan in de kopgroep, dan zijn ze zomaar, allicht dat maar een beperkte groep is dat terugkomt. ...33 seconden wordt gemeld door de radio. Daar zit muziek in. Ja. We krijgen mogelijk een samensmelting kort voor of na het ingaan van de laatste ronde. Dus het wordt minder dan 30 seconden, want de ploegleiders moeten er van tussen. De Lee nog eens naar de kop. We hebben al een hele mooie wedstrijd gezien van al die jonge mannen. Durven koersen is toch wel belangrijk als jonge renner voor het te maken later. Naar aanleiding van deze derde editie van de Grote Prijs, Rick van Looy, is er ook een eenmalige uitgave. Een hommage aan de keizer, waarin schitterende verhalen staan over de carrière van Rick van Looy. Het is een mooi boekje geworden en alle informatie te vinden op de website van de Grote Prijs Rick van Looy, uiteraard vanaf vandaag te koop. En er staat ook onder andere dat ene verhaal in van de toerrit in 1962 die finishte in Herentals en waar Rick van Looy verkeerd reed. Ja, of hoe moeten we het allemaal noemen? Dat verhaal heb ik ook nog gehoord. Maar, verkeerd aangewezen werd hoe hij moest rijden. Er zijn verschillende versies. Ik heb dat laatst ook gehoord toen dat in beeld kwam terug, die grote prijs Rick van Looy. Maar de carrière van die man is zo imposant wat hij allemaal gewonnen heeft. Als kleine jongen keek ik er naar op. Ik heb nog geweten, de laatste jaren, Willem II Gazelle, het einde van Superia, was ik als kleine jongen. Ja, dat was een fenomeen. En als ze nu nog een koers geven voor die man, dat is fantastisch. Misschien was het ook wel eens raadzaam voor veel van de deelnemers eens te kijken wie Rick van Looy geweest is.
dat ze wisten wie het de start gaf, wat een palmarès het die man had. Alle klassiekers gewonnen. Ja. Twee keer wereldkampioen bij de profs. Ja, dat is ongelooflijk, zo'n carrière. Ja. De laatste ronde. Het is nu natuurlijk niet zomaar keizer. Hè. Nee. Het wielrennen. Dan moet je wel iets gepresteerd hebben. Maar dat is fenomenaal, zoiets. Ja, en die bijnaam, die heeft hij volgens de overlevering te danken aan mensen die een beetje een tegenstander waren van hem. Die schreven een brief naar het laatste nieuws. De krant die berichtte over het wielrennen. En die schreven naar het laatste nieuws: het moet gedaan zijn met al die keizerlijke commentaren over Van Looy. En vandaar dat de keizer van Herentals. Dat is nieuw voor mij, maar wel interessant. Geboren werd. Maar ik dacht dat het gebaseerd was op basis van zijn palmarès. En dat natuurlijk dat, heeft dat er ook dat veel mee te maken. Het zou een terechte ja. titel zijn, uiteraard. Het kan hier nog een boeiende finale worden. Minder dan 20 kilometer, laatste ronde ingegaan en de achtervolgers komen op bijna een halve minuut. Dat is het peloton op 1.35 door de bovenpoort met Stijn Simons, Belgisch kampioen, heel herkenbaar. Nog een grote groep, maar zij dus nog op een minuut van de achtervolgers. In die laatste 20 kilometer zien we die eerste twee groepen nog wel samensmelten. Dat zit er wel in. Ze komen wel erg dicht nu. Hè. Ze zijn in het gezichtsveld van de achtervolgers. En mannen als Stijn de Bok met een enorme inhoud geven ook nooit niet op. Hè. Op de Lierse weg zien ze rijden. De Lee. Dat is cola dat hij naar binnen giet voor de finale. Links-rechts om even op de ring rond Herentals te gaan rijden. En op de ring zijn ze waarschijnlijk ook altijd in het gezichtsveld van de achtervolgers. Ja, ze gaan ze zo meteen op de brug zien rijden. En dan kun je toch wel met mannen zoals een Stijn de Bok met zoveel ervaring die de move erin houden voor de achtervolgers vooraan te porren voor verder het gat dicht te rijden. Terwijl ik vind dat de kopgroep toch altijd nog heel goed ronddraait. Ja. Iedereen verteert de regen ook zo niet op de spieren. Kan ook een impact hebben. Nu, qua temperatuur zal het misschien nog wel meegevallen hebben. De is het misschien wel. Een verfrissende bui geweest. Het zal knokken worden tot in de finale, ja. Maar dat geeft niet, dat zien we een heel mooie koers. Absoluut. En de winnaar zal het zeker niet gestolen hebben. Een laatste keer richting industrieterrein. Een industrieterrein dat zich uitstrekt over Herentals, Grobbedonk en Herenthout. Een belangrijke economische motor in de streek. En je merkt ook dat de jongens ook wel een beetje beoudend door de bochten gaan. Ja, sommige bochten zullen er zeker nog verraderlijk bij liggen. Na die plensbui. En nu? Ze voelen dat die achtervolgers dichter komen. Ja. En er zijn er toch een aantal die wat gaan versnellen. Ook misschien dat de kilometers voor sommige jongens wel beginnen te wegen. Er zijn er toch wel een paar bij waar ik denk dat het de eerste maal is dat ze zo'n grote wedstrijd rijden of zo'n groot aantal kilometers.
En ook al is het een vlak parcours door de kasseien en door de snelheid, is het toch wel heel moordend. Goed voor 160 kilometer deze wedstrijd. En dankzij de helikopter kunnen we nu heel mooi zien wat er allemaal in die kopgroep schuift. Hoe het verloopt, want ja, uiteindelijk beginnen ze te denken aan de streep in Herentals op minder dan 20 kilometer. Ja. En wie komt er nog achterop? Wie zit daarbij van mijn ploeg of zit daar niemand bij? Mannen van Akroch-Tormans, die hebben niemand die achterop komt, dus zij gaan het tempo bepalen. Ja, dat merk je. En zoals u zegt, men denkt aan de finish en lang geen koers. Dus iedereen wil nog meer winnen als vroeger, omdat de kansen beperkter geweest zijn of zijn om zich te tonen. En als je hier vandaag podium kan rijden of je kan de koers winnen, dan heb je toch wel een mooie visitekaartje afgegeven naar eventueel de bondscoach voor verdere selecties. Dat hebben ze uiteraard nu al gedaan door de hele dag in de aanval te rijden, wat zeker niet te versmaden is. Maar als je er dan nog een podium of een dichte ereplaats aan kan koppelen, kan je niet meer als van een geslaagde dag spreken. Nu hangen ze al een tijdje op die halve minuut. Ja. Deze zeven. Ja. Het zal ook wel een beetje van dezelfde jongens moeten komen. En dan zou je denken dat de kopgroep een beetje in het voordeel is, omdat ze toch met enkele jongens meer zijn. Maar natuurlijk, de zwaarte van de wedstrijd en de kilometer speelt ook zijn rol. Maar we zien wel een boeiende wedstrijd. Het is reclame voor de wielersport. Vanuit het peloton zijn er ook een aantal gaan versnellen. Is dat Simons daar? Ja, nu aan de kop denk ik. Met nog iemand van Akroch. Een Lotto. Home Solutions. Maarten Verheijen, denk ik, van Home Solutions. Wij zijn al die renners hier winnaar dan de hele dag vooraan durven rijden hebben of kunnen rijden hebben. De laatste 15 kilometer hebben ze goed ingedeeld bij de achtervolgers en hebben ze nog een eindschot om erbij te komen. Maar goed, erbij komen is één ding, dan nog een rol van betekenis spelen is heel wat anders. Maar ere wie ere toekomt, de mannen hebben hun best gedaan, ook in de achtervolging. Ja, zeker. Hier zitten we bij, die mannen. Ik denk sowieso, als je hier de koers uitrijdt en je kan dan nog uit het peloton wegrijden, het zij als kopgroep of als achtervolger, dan heb je een hele sterke wedstrijd gereden. Er zijn ook jongens bij die zijn van de eerste wedstrijd goed en anderen hebben een beetje inlooptijd nodig. Ook examen en dergelijke spelen een rol. Het is toch Liam Slok nog die heel wat werk voor zijn rekening neemt. Ploegmaat van De Lee en Van Boven vooraan. Zoals de net zei, Liam is ook iemand die altijd rijdt. Maar of het nu eigenlijk goed is dat hij constant mee ligt te rijden als je met een Arnaud de Lee vooraan zit en ook een Luca van Boven dat toch ook snel en sterk is, dan kan het misschien toch wel zijn dat je een beetje de kansen hypothekeert van de anderen. Want met Stijn de Bok breng je toch een hele brok ervaring mee vooraan. Iemand dat ook al een kampioenschap heeft gewonnen, dus die weet wat zo'n finish moet rijden. De man van Bingol Wallonie-Bruxelles is Jelle de Klerk. Klopt.
was oorspronkelijk cyclocrosser. Ik heb die meegenomen naar de Jugendrondvaart in Oostenrijk op de weg. Dat was voor velen een verrassing, maar die deed dat er zeer goed. Ik had hem in een meerdaagse Ardennenwedstrijd zien rijden ervoor, waar hij een uitstekende indruk liet en derde of vierde was, dacht ik, op die meerdaagse. Wat zijn selectie volledig rechtvaardigde en het daar ook goed deed. Ik denk dat een dubbeltje op zijn kant zal worden, Jan. Ja, daar staat 25. De koersradio spreekt over 20. Misschien ligt de waarheid in het midden, maar in elk geval, er is weer wat af. Dat klopt. Ik denk dat een kleine aarzeling voldoende zal zijn voor een samensmelting. Maar je zou toch nog een paar aanvallen verwachten uit de kopgroep ook. Van bijvoorbeeld een Brent Klee. Misschien doet Van Mechelen op die manier een gooi naar een zege voor eigen volk. Als tijdrijder. Wie weet, als hij dat enkele kilometer kan doortrekken en er wordt geaarzeld achter hem. Het zijn allemaal situaties die zometeen mogelijk zijn. Hoe moeten we Landers Geers inschatten in de sprint, Dirk? Ik kan er niet echt een antwoord op geven. Ik vind de jongen rijdt zeer goed. Ik heb die vorig jaar ook op het BK zien rijden in Lokeren. Hij heeft een, zoals iedereen toen, een beperkt seizoen gereden. En ik denk dat er ook veel jongens nu soms wel verrast zullen zijn van hun mogelijkheden zelf, waar ze normaal over beschikken door het lange niet koersen. Dat het lichaam soms anders reageert dan als men voorstelt. Of ook nu met die regen. Wat doet dat als je de sprint op gang trekt? Het was in elk geval een korte beurt daarnet van Landers Geers, de man die daar nu achter zijn voornaamgenoot Lander Looks zit. Ja. Ik denk dat dat vooral is voor veel jongens dat die nog in het ongewisse zijn. Wat zijn mijn mogelijkheden? Ook al heb je een goed gevoel dat de benen anders reageren als je zelf zou denken of wat ze normaal altijd deden in normale omstandigheden. Dat ze goed zijn, dat is wel degelijk, anders rij je de hele dag voorop, maar toch. Alles zit eigenlijk nog op een zakdoek. Vlakbij Noorderwijk. En hier draaien ze opnieuw richting Olen. Noorderwijk op de achtergrond met het bekende wielercafé Welkom. Dat moeten we toch ook even vermelden bij een koers in Herentals. Zeker, dat is heel belangrijk. De mannen zitten niet in de Tour dit jaar, want in een normale wereld trekken zij jaarlijks met hun bekende VW-busjes naar de Ronde van Frankrijk om daar te genieten van het mooie weer en de bergen, maar ook om heel veel landgenoten van bier te voorzien en een leuke sfeer te creëren. Maar dus ook dit jaar lukt het niet voor Café Welkom. Olen dan is ook, maar in België. Olen is ook de buurt waar Enzo Wouters vandaan komt. Klopt. Enzo Wouters die we in de openingsfase wel een paar keer gezien hebben. Maar sinds de vlucht met Verhofstadt niet meer in beeld geweest. Zeer snelle man altijd geweest. Beetje pech gehad in zijn carrière. Maar iemand met heel veel mogelijkheden. Lange tijd voor Lotto Soudal gereden. Ja. Maar dus nu bij Tartaletto Isorex. Als het klopt met 21 seconden, dan is het natuurlijk niet veel. Maar ze zien ze rijden, want hier zitten we bij de achtervolgers. En door de druppels door ziet u het ook, dames en heren. Het is zeker nog mogelijk. Koersradio meldt dat ook het peloton heel
hard aan het versnellen is gegaan. En op 40 seconden van deze mensen, van deze groep volgt. Het is een zeer boeiende finale. Alles is nog mogelijk in de laatste 10 kilometer. Zelfs nog een sprint met een grote groep. Dat klopt. En daar leek het heel lang niet naar dat het zo zou kunnen. Nee, het is opnieuw beginnen regenen. Ja. Zowel daar in Ole als hier aan de finish. Komen ze daar uit de bocht, de achtervolgers? Of zitten ze achter zitten de auto? Ze zitten al achter de motor, ja. Richting het Albertkanaal nu weer opnieuw. Laatste passage daar over de sluis. Het is een boeiende finale. En ze zijn er zo goed als bij. En ik zie natuurlijk niet in dat ze erbij komen, dat dat gewoon gaat ronddraaien. Dan denk ik een spervuur van de marages. Van wie nog kan. Het is natuurlijk niet nu de hemelsluizen open gaan. Ideaal voor... Nu gaan we een beter beeld krijgen van wat de reële achterstand is. En ja, dat is nu veel. Komt het inderdaad ook aan op lef. Hè. Ja. Die wegen die liggen er opnieuw nat bij. In volle finale gaat die snelheid omhoog. En dan zie je maar Stijn de Bok met al zijn ervaringen... Die leidt die achtervolgers naar de kopgroep. En daar krijgen we normaal gezien het peloton. Ja, er zal zeker niet veel mogen gespeculeerd worden. Mochten ze samenkomen, dan moet er blijven gekoerst worden. Of het peloton zal er ook zijn. Binnen de 10 seconden nu. Hier de Lee vooraan. Wat zit er nog in straks voor hem in de sprint? Een groep met Stijn Simons wordt gemeld op 1 minuut 14. Stijn kan ook altijd een zeer goede finale rijden. Natuurlijk is het maar 7 kilometer meer. Maar het zal ook veel afhangen van wat de kopgroep en de achtervolgende groep eens samen komen gaan doen. Valt het volledig stil, dan is de voorsprong zo weggereden door een denderend peloton. En dan zie je daar over de brug reeds rijden. Dus dat is allemaal niet zo ver. En de lange ontsnapping zal uiteraard ook bij veel jongens beginnen wegen. Vooral omdat er met heel veel jonge beloften zit. De samensmelting is een feit. De groep Stijn de Bok maakt de aansluiting bij de kopgroep. En dus krijgen we een trio van Lotto Soudal. Krijgt ook Van Hemelen steun van een ploegmaat. Len de Pauw, denk ik. En Verhofstadt en de Bok zijn dan het duo van Tarteletto Isorex. En meteen het initiatief van Lotto Soudal nu. En Slok direct naar de kop van de wedstrijd. Verhofstadt in de reactie. Ja. En dan Van Boven. En Van Hemelen moet counteren, want Luca Van Boven, die had al heel veel gewerkt heeft. Die had nu even gespast. Nee. Schudt Verhofstadt het hoofd. Natuurlijk, het is ook niet evident. Die boer rijdt ook al heel de koers vooraan. En we weten ook niet of hij al redelijk wat gekoerst heeft. Ik denk niet dat hij de laatste ronde van België heeft gereden. Denk ik niet. Bij Tarteletto. En dan begint de wedstrijd. En de intervals van de wedstrijd. Die beginnen toch wel wat te wegen op het eind. Als je de inhoud zo niet meer hebt van de laatste tijd, van dat te kunnen doen. Is dat een aanval van Vincent van Hemelen? Of is het Len de Pauw van Urbano Cycling Team? Er is er nog eentje op komst. Louis Blauwe. Steven de Weert. Met z'n vieren. Eentje van EFC ook. En het is Van Hemelen inderdaad. En Delsal, denk ik. Blauwe, De Weert.
En van bovenuit probeert het gat terug dicht te rijden. Uiteraard in functie van sprinter Arnaud Dely. Ze zitten daar ook met z'n drieën, Lotto Soudal. Ja, ze gaan ze het niet gemakkelijk maken. En uiteraard zullen ze graag de overwinning in eigen huis houden. En nu wachten op de volgende aanval. Bijzonder interessant koersverloop. Zeker. Zeer spannend. En het moeilijke is ook, je kan niet inschatten wat de jongens nog in petto hebben na zo'n zware koers. Dely dan maar. Niet op de sprint wachten. Nu al gaan. De man van Bingel vroeg om hulp. Het is eentje van EFC die de kastanjes uit het vuur haalt. 5 kilometer nog van de finish op de markt in Herentals. Dely, hij krijgt er 2 mee. En Akrog ook nog in de reactie. Ik denk Alobi Blauwen ook reeds mee is. Is dat opnieuw van Mechelen daar? Ja. Hier wordt gekoerd. Polvliet zie ik ook, denk ik. De man van Akrog. Gianluca Polvliet. Aan zijn stijl te zien. En denk Brent Klee op kop van het achtervolgers. Ja, er wordt wel keihard gestreden. Het is een zeer mooie finale. Nog wat draaien en keren op weg naar de grote baan richting Herentals. Richting Herentals Centrum. Een kleine aarzeling kan uiteraard genoeg zijn voor de koplopers. Ja, misschien dat die man de oversteek nog kan maken. Die gaat alleszins hard. Dat is Luca de Meester, denk ik. Aan zijn stijl te zien, maar... Ging geweldig risicovol door die bocht. Op de limiet en hij wipt er in 1 moeite naartoe. 43, Luca de Meester, inderdaad. Scherp gezien, Dirk. Ik zag het aan zijn stijl. Ik had niet zijn nummer gezien. Dan is dit de stal. Ja, dat is heel de stal. En de Lee wordt in... Een defensief gedrukt zo. Nee, weer niet overnemen van de man van Bingel Wallonie-Brussel, Louis Blauwe. De Lee dan maar alleen. En wat gaat er nog overschieten van die sprint van de Lee? Ik weet het niet. Kijk eens maar. Hoe diep hij moet gaan. Ja. Het is ook altijd ene keer zuchten en hij voelt hem al terug beter. Ik dacht dat bij Vermaak. Als je ook, dat vermogen hebt. Ik dacht dat bij de grote prijs Vermaak ook. En hij rijdt er een gat dicht met enkele profs in zijn wiel. En ze laten hem eigenlijk dichtrijden. Dat hij denkt van, het is al knap dat hij erbij is en dan wint hij nog die sprint. Waar ik helemaal verbaasd over was. Ook al weet je hoe sterk het is, toch ben je nog steeds verbaasd van, dat ook nog. Maar het is een spetterende koers. 2, 4, 6, 7... En komt er nog iemand? Lander Looks. Mee. Van boven, denk ik. Er zitten 2 jongens bij van Urbano Cycling Team. Ja, met Van Mechelen. En Lende Pauw, denk ik. Ja. Een kleine aardeling zal genoeg zijn voor een samensmelting. Maar in principe zie je dat die kopgroep hier... Als het een beetje blijft draaien, dat hij voor de zegen gaan sprinten. Maar het is een geweldig boeiende wedstrijd geweest. Op iets meer dan 2 kilometer, excuseer, stomen ze richting Herentals. Nu Brent Klee met de... Met de bok. Met de bok. En nu Vincent van Hemelen, denk ik. Ja, van Hemelen. Hij doet een gooi naar de zegen. De man uit Morkhoven... Wat een wedstrijd. In een tijdrijderstijl.
En hij heeft een gat. Kan hij dat nog uitbouwen, die kloof? Het is weer de Lee die het moet doen. En Paul Vliet. Gianluca Paul Vliet dan. Ook een geweldige wedstrijd van die mannen. Ik zou ja, Paul iemand... Vliet, sterk hoor, ja. Hij rijdt er naartoe. Ja. Maar ik denk... Ja, Vincent geeft ook niet af. Wat een wedstrijd. Als student, chapeau. En nu de Lee nog eens op die brug. En ik denk dat Stijn de Bok er ook bij is van achter. Of dat leek het althans. Blauwe. En dan de twee mannen van ja. EFC. Dat is wel in de meester, denk ik. De meester laatst. Derde man daar. Van Hemelen, een gooi gedaan. Zeer knap. Helaas niet gelukt voor hem. De meester, de stal of Blauwe. Want zij door de bovenpoort. Het is echt niet ver meer. 300 meter nog. Blauwe laat wel een geweldige indruk vandaag. Gaan ze het hier afmaken met een 1-2'tje? Of is het toch Blauwe? Het is Blauwe die wint. Louis Blauwe, hij wint de derde grote prijs. Rick van Looy en de Lee die komt hoofdschuddend over de streep. Hier is Stijn de Bok die bijna zijn bril verliest. Ook een geweldige wedstrijd. Siebe de Weert. Siebe de Weert komt zeer ook knap. Binnen. Hij troeft ze af, Louis Blauwe, die twee mannen van EFC. Sterk. Mee in de aanval, zat mee in de kopgroep van 14. Die gevormd werd na de laatste passage over de kasseien. En dan hier in de finale het afgemaakt. Zeer Louis sterk. Blauwe. Hier krijgen we de sprint nog eens. Blijft goed in het zadel zitten. In die laatste bocht. En hij wist het al vrij snel. Winst voor Bingo, Wallonie Bruxelles Development Team. Serieuze knappe wedstrijd van iedereen. En is het de stal die tweede wordt nog voor de meester? In elk geval de twee renners van EFC op 2 en 3. Zullen er natuurlijk niet mee tevreden zijn, maar wel een geweldige wedstrijd gereden. En ik denk dat Louis Blauwe vorig jaar bij N reed. Prachtig zicht op de Lakenhal in het centrum van Herentals. Hier de winnaar met verzorger Johan Molly. Ja. Schouderklopje uiteraard. En hopelijk snel naar het podium en de interviewtent. Dat we ook Louis Blauwe even kunnen horen. Het is in elk geval het plan om op zijn minst een interview met de winnaar te hebben. Het peloton komt binnen op dit moment. Met zijn allen op een lint blijkbaar. En we gaan eens kijken naar de hoogtepunten van de derde grote prijs. Rick van Looy met de keizer die de start geeft in Grobbedonk, in zijn geboortedorp. Om 2:30 zijn ze vertrokken voor bijna 160 kilometer over Kempense wegen. Aan het recent geplaatste en onthulde borstbeeld van Rick van Looy op het Astridplein in Grobbedonk. De kasseien die hebben hun werk gedaan. De kasseien van Wiekevorst, van de Wilgeweg en de Leistraat. Daar werd het verschil gemaakt in deze wedstrijd. Velen probeerden het. Het was uiteindelijk... Liam Slob daar al. Het was uiteindelijk bij de laatste passage, de derde passage op die kasseien, dat er een kopgroep van 14 ontstond. Ja,
Hier hebben we ze met onder andere Gianluca Pollevliet en het duo van Lotto Soudal, Arno Deli en Luca van Boven. Met zijn 14e op pad zongen het heel lang uit. Kregen een maximale voorsprong van 2 minuten 18. En we dachten dat het tussen die mannen ging gaan. Maar uiteindelijk in de laatste ronde van het plaatselijke parcours in Herentals komt er toch nog een groepje achtervolgers bij. Met onder andere Stijn de Bok. Maar dus Louis Blauwe mee met de 14. Met de aanval van de dag, mogen we toch wel zeggen. Hier hebben we Verhofstadt op de voorposten van de kopgroep. En in de achtergrond zag u al de achtervolgers komen. Dit is nog een beeld van het peloton door de bovenpoort in Herentals. Het begon opnieuw te regenen in de laatste 10 kilometer. Dan komt er aansluiting van de achtervolgers. Met Joren Segers daar in laatste positie die een paar meters liet. Consequent was de Bok die toch wel de motor was van die achtervolging. Niet alleen hij natuurlijk, maar op bepalende momenten zagen we hem een inspanning leveren. En dan kregen we aanvallen in de slotfase. Maar het was uiteindelijk Louis Blauwe die twee renners van EFC afhield op de stenen op de markt in Herentals. En uiteindelijk krijgen we een podium van de kopgroep. Drie renners uit de eerste kopgroep, de oorspronkelijke kopgroep. En dik verdiend dus. En intussen krijgt u een mooi beeld van de streek rond Herentals. Ah, de luchtbeelden zijn heel mooi van de Kempen. Met dank ook aan de stad Herentals om die helikopterbeelden mogelijk te maken. Dit is de historische hoofdstad van de Kempen. Dat is zeker een meerwaarde, die helikopterbeelden. Met de kerk, de Sint Waldetrudiskerk. Ook een en daar is de omgeving. Toeristentoren, de bosrijke omgeving waar elke zichzelf respecterende veldrijder wel eens komt trainen. Dat klopt. Zelfs en dat is niet alleen Wout van Aert. Nee, uit het Waasland wordt er heel veel getraind in de Kempen. Louis Blauwe dus. Hij heeft hier gewonnen. Twee renners van EFC afgetroefd in de laatste rechte lijn. En we gaan nu naar het interview met de winnaar. Doe maar, mannen. Louis Blauwe, ja, overwinnaar hier, de grote prijs, Rick van Looy. Ja, een fantastische overwinning voor jou. Ja, dat klopt. Ik had zeker niet verwacht. Dat is een koers dat mij normaal gezien niet echt ligt. Omdat zo'n vlakke wedstrijd meestal wel op een sprint uitdraait. Maar in een klein groepje kan ik altijd wel een dichte eerste plaats halen. Ik heb vandaag wel dat overwinning. En jullie waren al vrij vroeg weg met de 14 renners. Had je toen verwacht dat die aanval tot het einde zou dragen? Ja, we waren redelijk snel, hadden een redelijk snelle grote voorsprong en meerdere ploegen waren mee. Het waren niet zoveel koppeltjes of veel verschil, veel van dezelfde ploeg. Dus draaien we wel goed rond en we hadden direct 2 minuten. Dus, ik dacht wel dat we tot het einde het zouden dragen. In die laatste kilometer, ja, beschrijf die eens. Hoe verliep die? God, echt chaotisch. Het was de ene demarrage naar de andere. En op een kilometer van de meet heb ik aangezet. En ik, op 500 meter kijk ik nog een keer achter mij. En ik zag Cyril en Luca achter mij. Dus ik heb ingehouden en gehokt op de sprint. Met ons drie dan. Maar we zaten allemaal volledig geblokt, denk ik.
En ja, ik heb toch kunnen houden tot op de meet. Je ging dan aan en dan die twee jongens, die twee ploegmaten, ja, pak je dan terug, zeg maar. Ja, het dat moment een beetje schrik van oei, het is hier 2-1 of had je er vertrouwen in? Ja, ik had er vertrouwen in. Ja, we zaten denk ik alle drie aan blok. Dus veel ploegenspel kwam er niet meer aan te pas. Oké, okay, dankjewel en proficiat. Dankjewel. Louis Blauwe, de winnaar van deze derde grote prijs, Rick van Looy, met op 2 Cyril de Sal en op 3 Luca de Meester. En daar is de volledige top 10. Van Hemelen, de man uit Morkhoven, nog 4e. Arnaud de Lee uiteindelijk 7e. Stijn de Bok nog in de top 10. En Siebe de Weert, die op de 10e plaats eindigt. Kijk eens naar de namen, dames en heren. U zal ze in de komende jaren nog wel meer tegenkomen. Bij de uitslagen, niet alleen van de belofte, maar er zijn er altijd die doorstoten. Het is formidabel dat je in de top 10 drie eerstejaars zit met Gianluca, Arnaud en Siebe. Het zijn drie eerstejaars, vind ik fantastisch. Zeker na zo'n zware wedstrijd. Goed, daarop kunnen we afronden op knappe luchtbeelden van Herentals. We hebben een mooie grote prijs Rick van Looy gezien. De derde editie van deze wedstrijd is gewonnen door Louis Blauwe. Ik bedank Dirk Ongena voor het deskundig co-commentaar en vooral voor de herkenning van al die beloften. Vond je het een beetje aangenaam, Dirk? Ik vond het fantastisch. Het enthousiasme dat wordt steeds groter als ik zit te kijken naar die renners en ik ze bezig zie en ken ze van jongs af aan. Dat vind ik echt leuk. Fantastisch dat je erbij was en veel succes nog met je werk voor Cycling Vlaanderen, uiteraard. Zo, dames en heren, ik verwijs ook nog graag door naar meer interviews en reacties op RTV. Vanaf 6:30 RTV vandaag. En daarin komen we uitgebreid terug op deze grote prijs, Rick van Looy. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.